Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe klusvlog. En we beginnen vandaag met een nieuwe deur. Loopt die keuken ook echt zo? Ja. Deze keuken vervloeken wij allebei, maar goed. Dit is de deur. Komt dat nou vaak op elkaar is gehaald? Die komt hier. Ja, dat blad zit hier goed op en het is gewoon een beetje. Dat is het project voor vandaag. Ik ben erg benieuwd. Ja, het leuke content. Ja, met grondvlak en... even kijken. Zo, moet die zo. Zo, die is zwaar. Is die zwaar, ja? Ja. Moet die zo erop. Ja. Ik vind het nu al mooi. Kijk, hè. Ja, ja, ik snap het. Ik zit nog goed erom. Ja, die kijk wel uit. Meteen breek je teen niet. Ja, ook goed. Ja, hier ook. Hartie? Ja. Wauw. Nee, hij moet er verder in doen. Kijk, hij valt niet te duur. Hij valt niet in de spel. Hoeveel moet hij dan nog? Klein stukje. Oh. Dus dan moet het er helemaal in gedraaid worden. Dan komt hij verder daarin. Kun je hem omhoog tillen? We zijn... iets tegengekomen wat niet klopt. We hebben de deur erin gehangen. Nou, ik heb vrij weinig gedaan. Ik heb gekeken. Maar altijd Nicky hebben we het gedaan. We hebben zo dat die zo open en dicht gaat met zo'n rollertje. Maar de praxis heeft bedacht dat er nog een deurklink hier doorheen moet. Of zo. Ze hebben hier in ieder geval een gat geboord die er niet hoort. Want dat kan niet met dit beslag. En hier zitten geen gaten waar we deze hendel op zouden moeten doen. Kijk, hij zou eigenlijk zo moeten zitten. Nou, dat wordt hem niet. Dus ik denk dat we hem terug moeten sturen, want hij is niet goed. Dus ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt. We gaan door met het volgende projectje waar ik al een tijdje mee bezig ben. Dat zijn deze heksenkons. En dit vilt heb ik allemaal op maat geknipt. En dit gaat nu vastgeplakt worden erop. Ik heb gisteren deze lijm gehaald. Tacky glue bij de Action. Ik ga dus eventjes kijken of deze inderdaad werkt en of het op elkaar plakt. En ja, dat ga ik nu even doen. Dus ik dacht, laat ik maar weer een timelapse maken. Ik weet niet zo goed of het werkt. Ik heb hier een stapel liggen. Maar... het klopt niet echt. Shit, ik weet niet of ik dit moet fixen. Oké, ik ben zover gekomen. Ik ga het even laten staan om te kijken of het wel droogt. Misschien dat het dan, als het droog is, dat het perfect is. Maar... het ziet er mij uit dat het niet echt werkt. En Nicky zit echt te kijken van haha, tot zo. Maar we komen er wel uit. En ik geef het een dag de kans om te drogen en dat het dan werkt. Dus dit stapeltje ga ik nog niet doen, want als het niet werkt, dan doe ik daarvoor niks. Oké, dan. Ik weet niet of het voorstukje erop stond, maar mijn camera staat vol, dus ik heb hem even leeggehaald. Ik pakte mijn camera erbij, want we zijn bij het volgende project aangekomen. Sorry, ik kijk heel het in het scherm. Moeten jullie kijken. En dat is de wastafel op de gamekamer. Daar, achter de planten verstoppeld, zit een afvoer. En ik heb dus een wastafel besteld. Hier zie je hem ook. Die ik daar wil ophangen. En ik ga eens even kijken hoe ver ik in mijn eentje hier aan... mee aan de slag kan. Maar ik verwacht dat dit weer zo'n projectje wordt waar ik aan begin en niet afmaak omdat ik niet capabel genoeg ben. Maar we gaan in ieder geval ons best doen.
ver we zijn gekomen. Dit is het meubel. Jennie is erg geïnteresseerd erin. Dit is de wasbak. Dit is de kraan. En dit is alle instructies die we erbij krijgen. Ja, dit zijn hele kleine plaatjes. En dit is wel duidelijk. Alleen dit zit er niet bij. Het is er niet bij geleverd. Deze scharniertjes, die brackets, zijn er niet. Dus die moeten we eigenlijk nog hebben. Doei, werk ze! Die moeten we dus eigenlijk nog halen. Heb ik nu niet. Dus ik kan nu niet zo veel verder. Ik kan trouwens ook niet die big screw. Ja, zijn dat deze dan? Die zijn iets groter. Maar ik zie in deze dingen, in die caps, zoals ze hier beschreven worden, zie ik geen verschil. En dit is dan hoe je moet monteren de wasbak erop. Dat is ook een heel goed plaatje. Je doet kit erop en je plakt hem erop. En dan moet je 24 uur wachten. Maar ik kan op dit moment niet verder. Want we hebben deze dingen niet. Dus hier hou ik het maar bij voor vandaag, zoals ik al dacht van tevoren. En die kraan past ook nog niet helemaal door dat gat. Dus daar moet ik eens even kijken waar we die gaan aansluiten. Maar ik heb daar te weinig verstand van. Dus ik denk dat ik mijn vader om advies ga vragen. En die is pas vrijdag thuis. En het is vandaag donderdag. Dus morgen gaan we hiermee verder. Hey, what's up? Het is vandaag 13 september. Zondag, poetsdag in het huis. Wel eventjes wennen aan zo'n groot huis. 2 wc's die ik moet poetsen. Je moet stofzuigen, heel veel wasjes draaien. Ja, dat heeft niks met een huis te maken. Maar het is wel iets meer schoonhouden dan het andere huis. Dat had ik altijd zo schoongemaakt. Maar waarom ik de camera erbij pakte is omdat wat ik het laatst heb laten zien is dat ik met die noppenfoam dat filter op ging plakken. En ik heb even dat een dag laten drogen om te kijken of het werkte. Want het leek niet te werken, maar het werkt dus wel. Hier heb ik de stapel vandaag helemaal geplakt. De onderste zijn dus droog. Kijk, en hier, ja, deze is misschien niet zo goed, want hier, dit is een oude. Oh, deze werkt niet zo goed. Deze is dus nog niet. Die moet ik niet pakken. Kijk, maar deze. Tada! Het is geplakt. Dus eigenlijk moet nu alles even drogen. Een dagje. Dus deze hele stapel. En dan ga ik het dus achter die muur. En het begint dus een beetje aardig op te schieten hier in huis. Nou, dat had ik ook nog laten zien. Daar miste ik wat onderdelen van. Nou is mijn vader van de week, die is gisteren even langs geweest. Die heeft gekeken wat we allemaal misten. Dat heeft hij gehaald en dat komt hij van de week dus maken. Ik weet niet of dat in deze vlog nog komt. Maar volgende vlog sowieso. Ik heb me even opgedoft. Het is nog steeds 13 september, zondag. En, er komt iemand aan het lopen. Awkward. Oké, die is weg. Nu is het tijd om... we gaan een rondje fietsen, Nicky en ik. En ik ga iets leuks halen om het huis te versieren. Want het is inmiddels al september, dus het mag. Maar ik ga het nog even geheim houden. Jullie gaan het... Misschien zie je het wel in de titel. Maar misschien zie je het ook wel gewoon in de volgende shot. Wat wij gaan halen. Nou, we staan hier vandaag bij de pompoenboer. We gaan even lekker de pompoenen kopen. Eckenwielse pompoenen. En wat ga je ermee doen? Ik wil de allergrootste. Dat is die, hè? Betaal zeker zelf niet. Nee, jij. Ja. Ik kan niet eens tillen. Als je me kan tillen, dan mag je kopen. Jammer, joh. Oké. Oké, maak je een foto? Ja, dat kan. Dan stop ik met filmen. Ja. Oh, je wil lekker kroelen. Goedemorgen jongens. Het is 14 september en wat jullie gisteren hebben gezien is dat ik pompoenen ging verzamelen. Dat we hier in de buurt hebben we dus een, ik denk dat zij een hele grote pompoenenpatch hebben achter een huis of zo. Het is in ieder geval een best groot huis waar je pompoenen kan kopen. Dus dat heb ik gedaan en ik wil even laten zien waar ik ze allemaal neer heb gezet, want ik ben best wel trots op. Het ziet er echt super cozy uit.
En ik krijg helemaal al de herfstfeelings. En op 1 oktober ga ik denk ik dan die pumpkins, die pompoenen, allemaal carven. Dus snijden, weet je wel. Dan ga ik er gezichtjes in snijden. In de grote dan, niet in de kleine. Dat lukt denk ik niet. Dus ja, dat zijn de plannen. Maar ja, daar heb je in deze vlog natuurlijk niks aan. Maar ik ga even de pompoenen laten zien. Nou, kijk eens aan. Hier hebben we de trap. Ik heb op iedere trede een klein oranje pompoenetje gelegd. Ik zat nog te twijfelen of ook andere kleuren, weet je wel, van die kalebassen. Maar ik vond het juist wel leuk om het oranje te houden. Dan heb ik voor ons huis 2 pompoenen daar liggen. Oh, ook echt een kraai. Oh nee, dat is een duif. Ik wil zeggen, dat past wel echt goed bij Halloween. Dus deze is echt gigantisch groot. Op camera lijkt hij nog klein, maar hij is echt wel echt groot. En als laatste heb ik dan ook hier een groene. Omdat wij hier allemaal groen hebben, heb ik een groene pompoen. En Nikki mocht er ook één uitkiezen. En deze, die heeft die dikke pukkelige uitgekozen. Omdat hij zwart was. Ik zeg, ja, maar hij heeft pukkels. Maar ja, hij vond hem heel mooi. Ik vind hem heel lelijk. Maar deze groene vind ik ook leuk. Een hele goede morgen. Het is vandaag 17 september en vandaag ga ik naar de kapper, dus ik ga niks doen qua klussen. Maar de elektricien komt vandaag en mijn vader komt vandaag om te helpen met... Nou, mijn vader gaat helpen met de wastafel ophangen, dus die zal misschien vandaag wel opgehangen worden. Daar dus, deze. Dat is wel heel fijn, want dan is dit rommeltje ook weg. En beneden gaat er ook wat gebeuren, dat ga ik je ook even laten zien. In deze keuken gaan daarboven spotjes geplaatst worden en hier elektriciteit aangelegd worden. En ook aan deze kant wordt ook elektriciteit aangelegd. En dan kunnen die koven dicht en dan kunnen we de stukken doors laten komen voor dit laatste stukje wat gestukt moet worden. Oké, ik heb niet laten zien wat het eindresultaat is van de laatste shot. Het is inmiddels 28 september. Ik heb een hele hoop dagen niet gevlogd, want we hebben een superleuke feestweek gehad. En ik ga eventjes, voordat we deze vlog gaan afsluiten, ga ik even laten zien wat er nog gedaan is sinds toen. Beginnende hier bij de wasbak, die Nagini heel leuk vindt, want ze gaat er iedere keer in zitten. Die is klaar. Nou, dit is niet klaar. Die zijn wel allemaal geplakt, maar ik heb dat nog niet opgeplakt. Dan neem ik jullie even mee naar beneden. Dat ding heeft Nikki gemaakt over de verwarming, van de vloerverwarming ding. Zelf gemaakt, echt heel tof. En hier is de koof dicht en de dingen zijn dichtgesmeerd. En vandaag, nee, deze week komen de stucadoors om dit helemaal glad te maken. En dan is dit stukje ook af. Dat betekent niet dat de keuken er dan ook al in zit. Maar daar beginnen we met de volgende vlog. Beginnen we ook met de keuken. Oeh, dat was niet Nikki. Dat was een stukje wat uit de grond stak, gelukkig. De keuken gaan we aan beginnen in de volgende vlog. Dus daar neem ik jullie graag in mee. Dat gaan we bij Superkeukens doen en dat wordt echt heel tof. Dus ik hoop dat jullie de volgende vlog ook kijken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag bij een volgende video. Muah!